Donderdag heeft Civis hun 52e middenkaderopleiding afgesloten. Vandaag vindt dus de diploma-uitreiking plaats. We hebben gesprek hierover met de directeur, meneer Victor Jones. Meneer Jones, kort, wat houdt deze opleiding precies in? Ja, goeiedag. Alvast bedankt voor de gelegenheid geboden. Het lijkt me toch wel goed om aan te geven hoe onze trainingencyclus eruit ziet. Nou, we hebben opleidingscyclus van drie opleidingen. De basisopleiding, de middenkaderopleiding en de hoger kaderopleiding. De basisopleiding, daar worden de elementaire vakbondzaken voorgehouden aan de mensen met vakken zoals recht, arbeidswetgeving enzovoorts. En dat heeft een duur van 4 maanden. En bij afronding daarvan hebben we dan de middenkader als vervolg. En de middenkaderopleiding heeft een duur van 6 maanden. Op de middenkader heb je een verdieping van zaken en ook een uitbreiding van het vakkenpakket met vakken zoals economie, management en organisatie. Dus ik denk dat het zo dan toch wel iets beter begrepen wordt. Oké, meneer Jones, hoeveel cursisten krijgen vandaag hun diploma in handen? Nou, het gaat om, als ik het juist heb, 19 heren en 17 dames. Kijkt u terug naar deze opleiding? Hoe is het gegaan? Nou, we mogen zeggen, elke groep is er een groep op zich. En het stemt ons altijd prettig als wij afgestudeerden de samenleving in kunnen sturen. Je moet er vanuit gaan dat na elke opleiding komt er wat meer kennis, gaat er wat meer scholing of geschoolde krachten de samenleving in. En dat stemt ons bijzonder prettig. Het is de 52e middenkaderopleiding. Is het gegroeid? Heeft u groei gemerkt? Nou, u moet er vanuit gaan dat wij al bijkant 47, 48 jaar bestaan. Dus een rekensommetje geeft aan dat wij vanaf ons ontstaan consequent tenminste 1 middenkader per jaar hebben gehad. 1 van de weinige instellingen. Wat wel gesteld kan worden is waar wij enkele jaren terug nog zaten met een gemiddeld van 20, 25 cursisten per opleiding. Zitten we nu met een aantal van soms 50. We hebben zelfs een groep van bijkans 80 cursisten gehad waarbij de groep opgesplitst moest worden. Dus wat we wel kunnen aangeven is dat de belangstelling groeiende is. Wat kunnen ze hierna doen? Nou, op de eerste plaats kunnen we zeggen dat ze veel meer tools hebben meegekregen om het werk waarvoor ze zich geroepen voelen, om dat met wat meer dedication uit te voeren, maar ook op een verantwoordere wijze tegemoet te treden. Vandaag dus in totaal, als ik heb even berekend, 36, gaat het om 36 cursisten die vandaag hun diploma in ontvangst nemen. Als directeur, wat wilt u ze van hieruit meegeven? Nou, ik wil zeker aangeven dat een diploma geen pronkstuk moet zijn. Maar hun diploma moeten ze meer zien als een commitment dat ze hebben aangegaan met de werkende klasse, de groep aan wie of de groep welke zij wensen te vertegenwoordigen. En de commitment gaat heel ver, gaat heel diep. Dat betekent niets anders dan wat er ook gebeurt. Je moet er klaarstaan voor jouw doelgroep. En daarbij zijn zeker belangrijk jouw integer zijn, eerlijkheid, je oprechtheid. En gaan voor de ideële doelen.